Hoi, daar ben ik weer. Normaal doe ik of op zondag of op maandag het wekelijkse affirmatiekaartje. Dus daar gaan we mee beginnen. En toch maar weer met het kristallen affirmatiedek. Want kristallen zijn magisch. Ieder kristal trilt op een bepaalde energiefrequentie. En daardoor heeft iedere kristal een andere werking. Ja, ik vind deze zo mooi. En als hier het zonnetje op schijnt, zie je de regenboogjes nog meer. Ik kan er uren naar kijken. Het staat daarom ook namelijk op mijn vensterbank. Op iedere kaart van dit dek staat een kristal afgebeeld met een positieve affirmatie die bij de werking van dat kristal hoort. Een affirmatie is een positieve tekst die je iedere dag tegen jezelf zegt, zodat het in je onbewuste kan landen. Door herhaling ga je geloven in de affirmatie en waar jij in gelooft wordt werkelijkheid. Ik zeg naast deze wekelijkse affirmatie, zeg ik elke ochtend, ook gisteren, ik ben sterk, ik kan dit aan, ik kan deze pijn dragen. Ik kan het gewoon dragen, ik kan het. Alleen gisteren even niet. Nou, we gaan kijken wat voor affirmatie er nu uitkomt. En als je voor het eerst nieuw bent, hoi, dan komt er nu een stuk tekst in beeld. Als je zin hebt om te lezen, lees je het. Dan moet je het scherm even stilzetten, anders is het zo weer voorbij. En heb je nooit zin in mijn praatje? Ik praat niet helemaal graag. Scroll door tot het einde. En daar heb je, dat kan je bij elke dag doen bij elk kaartje. Aan het einde staat hij altijd omgedraaid. Nou. Het zitten is nog geen succes vandaag. Oh, ik wil er maar één. En dan vallen er nu wel een heleboel kanten uit. En ook een heleboel omgedraaid. Als er nou eentje omgedraaid was, dan ging het nog. Maar dit waren er wel echt mij iets te veel. En ik wil niet kiezen. Ik wil er gewoon één. Dat ging op een hele rare manier, maar het is er één. Gele calciet. Ik ben zelfverzekerd en ik sta in mijn kracht. Nou, mooier kan hij voor mij niet, maar niet alleen voor mij. Ook voor degene die het ziet. Ik geloof in de wet van de aantrekkingskracht. Je ziet het niet voor niks. Dus ik draai hem zo om, dan kan je hem zelf lezen. Schrijf het op een post-it, doe het op je koelkast. Zeg dit minimaal 10 keer per dag de hele week op. Morgen weer een ander kaartje en volgende week weer een affirmatie van de week.